Café De Branding. Nooit van gehoord. Zoveel leden heeft de Partij van de Arbeid niet meer, dus die kunnen hier allemaal best in. En hier gaat de partijvoorzitter, de nieuwe partijvoorzitter, bekendgemaakt worden. Dag. Ja. Even de namen oefenen. Astrid Ozenburg, Gerard Oosterwijk, Nelleke Vedelaar. De eerste twee, Astrid Ozenburg en Gerard Oosterwijk, die doen het samen. Wie heeft u gestemd? Ik heb voor Gerard en Astrid. Oh ja. En Nelleke Vedelaar, dat is de andere kandidaat. Die wordt het waarschijnlijk, maar misschien ook niet. Ja, gecondoleerd ook. Het is toch wel een nare dag. Verschrikkelijk. Raar gevoel. Ja, het is toch een raar gevoel. Ja, dat snap ik. Ja, het is ook 20 jaar gevolgd, denk ik. Ja, ja, zeker. Als iemand nou heet, altijd eigenlijk dit boven zichzelf plaatsen, dat is heel lang. Dat steeds dat woord lief zo. Iedereen heeft het over lief. Blijkbaar een hele harde wereld, waardoor het woord lief zo. Over Ebert van der Laan. Ja. Er hangt natuurlijk een soort dramatisch gevoel over deze dag bij de Partij van de Arbeid. Een belangrijke PvdA die overleden is. We wisten dat hij dood ging. We wisten dat het snel ging. Maar dan gaat het toch altijd net te snel. En hij was voor ons allemaal belangrijk. En ook voor mij als voorzitter een enorme steun in de rug. Jullie zijn hier ook allemaal bij elkaar om de uitslag te horen. En die vertel ik ook. En de winnaar met uiteindelijk 63,5% was Nelleke. Vandaag Giet gaat praten over de campagne of over de toekomst van onze partij. Niet over winnen of verliezen. Vandaag gaat het over omzien naar elkaar. Zoals Eberhard dat deed. Lieve mensen, bel vandaag je geliefde. Je moeder of je vader. Morgen is er weer Partij van de Arbeid. Voor nu. Waar is zij? Even kennismaken met. Ja, dat is wel leuk. We moeten wel even zoeken. Ik denk dat veel mensen de foto wel even moeten googlen. Het viel me wel op dat ze hier in dat korte toespraakje het had over lief, hè? Wat zei ze nou? Heb elkaar lief. Heb elkaar lief, ja. Nou ja, daar is op zich niks mis mee. Lief is wel het woord, hè? Ja, ja, wij kennen elkaar straks genomen. Ik heb de campagne van Nelleke een beetje een heel leuk team en ik heb veel enthousiasme dit gedaan. Nou ja, je kan het, Nelleke. We gaan ervoor. Wat ik heel erg mooi vond, dat ze heel erg puur is. Heel erg, om dat woord maar te gebruiken, de verbinding kan maken. Werkt. Ga even naar hem toe, want hij is boos op mij. En is het nu goed? Ja, het is helemaal goed. Ik kan weer lid worden. Maar dan moet je wat opgegaan, Kees. Dat is echt een korte... Ja, dus, ik begrijp niet waarom. Ze zijn niet vergaderd. En waarover dan? Over de koers. Nou al.